En eens kijken waar Geesink zit. Geesink moet daar ook weer af, zo te zien. Zie je dat? Hier rijdt Geesink met nummer 41. Ja, inderdaad. Barredo blijft bij hem. Kom op, Robert Geesink. Oh, die valpartij. Wie is dit? Geesink zelf. Geesink. Jazeker. Oei. En dat is een lekker momentje, jongens. We gaan nu dat punt krijgen. Heeft hij zich pijn gedaan? Een beetje wel, maar zit snel op de fiets. Oei. Nee. Zijn linkerarm. Als dat maar... Ach, dit zal toch niet waar zijn? Nee, hij pakt zijn stuur vast. Hij is aan het draaien aan iets. Ja, aan zijn arm. Kijk, kijk, kijk. Oh. Etappen en de truien zijn voor Gilbert. Evans pakt tijdwinst. Dan krijgen we Huushoff en Rojas. Geesink is eraf hoor, jongens. Ze zijn eraf. En Cancellara nu over de streep. We gaan tijd meten. Er is nog geen één Rabo-renner binnen. Waar is Geesink? Bonen komt hier binnen op achterstand. Kijk, Geesink gelost. Met drie ploeggenoten nu bij zich. Arrière de la course, kom op, sluit aan. Dat het gat, het gat is te overbruggen in de afdaling. Maar dit is geen goed teken. En Rojas zit er ook nog in. Waar zit Geesink, jongens? Geesink is eraf. Geesink zit in die groep daarboven. Ja. Die rijdt nu bij de 5 kilometer. En die probeert terug te komen. Met veel ploegmaat. Oh, oh, oh. Wat is het een dag van afzien voor Geesink. En Hogeland zit in datzelfde groepje als Geesink. Dus net achter het peloton met Huushoff en Evans. Geesink gelost, kijk, in deze groep. En alles zit hier nog. Hè? Kom op Geesink, bijten op je tanden. Het gaat om de Tour, het gaat om het klassement. Hij moet zijn goede benen nog hervinden na de val van een paar dagen geleden. Hij ging knetterhard onderuit. Geesink lek. Ach, tweede keer al vandaag.